boek wat ik heb gekozen is The Book of Strange New Things van Michel Faber. Omdat het beslist het vreemdste boek is dat ik in jaren heb gelezen. Het is een heel vreemd construct uit science fiction, filosofie en een verhaal over eenzaamheid. Als ik er nou veel over ga vertellen, dan mis je het hele verhaal. Maar er zijn vreemde aliens, er is ruimtevaart en er is een pastoor die geroepen werd door de aliens. Zie je, dat is al vreemd genoeg. Zijn vrouw verliest dan ook nog haar geloof en dat vindt hij heel erg. En die aliens willen allemaal echt goede christenen worden. En je leest het boek en je leest en je leest en je vraagt je de hele tijd af, waarom willen die aliens nou christenen worden? En daarom blijf je ook lezen en dat wil je weten en dat maakt het een heel spannend en super, super vreemd boek.